It is 7 p.m. Ja, ik moest even checken of die deed. En dan ben ik niet helemaal van overtuigd, dus ik zal even kijken of ik op de reflector zit ook. We zien hoor. Met één hand typen, dat is niet mijn sterkste zijde. Ik had me voorgenomen om een kort nieuwsbulletin voor te lezen en om dat de komende dagen ook te doen. Dus dat is wat ik ga doen. Maar er moet de techniek even mee zitten. Dat zat het net nog even niet. Oh. Moet ik die porto nou loslaten of niet? Ik pak hem van mijn ene hand over in mijn andere. Nou, dat gaat lekker vandaag. Ik wilde de studiomicrofoon erbij halen, maar laten we dat maar niet doen. Dat gaat gewoon niet lukken. Ik denk dat dit allemaal opgenomen wordt. Sowieso. Dus even kijken. Nou, wat ik al eerst wil zeggen, ik ga niet opnieuw de Daily Minutes beginnen. Ik was ook van plan om niet opnieuw nog vanaf een amateurband nieuwsberichten uit te zenden. Ik doe dat af en toe op omroepzenders en het is mooi. Maar de activiteit op dienstdag was de afgelopen dagen zo laag dat ik dacht van nou, en ik heb al een goede smoes eigenlijk tegelijkertijd ook. Maar ik denk dat als ik hier geregeld zit en even een praatje hou, dat de activiteit kan aanjakkeren. En zeker als er veel gekuurzood wordt. Mensen moeten gewoon meer gesprekken voeren. Ik ben geschrokken. Laat ik maar praatje houden. Ik had dat opgeschreven. Ik ga dus vanaf vanavond proberen om een tijdje, een bulletin te maken van een minuut of 3, 4, 5 per dag. Iedere avond op dienstdag om 7 uur. Geen garanties dat het lukt. Inspiratie is een grillig fenomeen. Er is momenteel bovendien wat minder nieuws beschikbaar. Dat is ook wel een beetje een punt. Ik denk dat ik daarom, net als bij de 30 minutes als er weinig was, dat ik nieuws meld als het beschikbaar is. En de rest van de tijd opvul met informatie over design, de zendhobby of noem maar op. Is er geen nieuws dat meldenswaardig is, ja, dan alleen dat onderwerp. En misschien in vervolg, dat moet ik eens kijken of dat in de vorm van een vervolgverhaal is. Een paar minuten is natuurlijk niet veel. De reden om zo'n bulletin te maken is dat het voor mijn eigen inspiratie erg goed blijkt te zijn om iedere dag iets te schrijven. Ik was dat al aan het doen via mijn podcast. Daar luisterden geloof ik 3 mensen mee. Maar dat houdt wel de druk lekker laag. Ik ben echt gedurende een paar maanden veel minder op DISA geweest. En ik was verbaasd over hoe weinig activiteit er inmiddels nog over is. Ik luister soms hele dagen en dan hoor ik alleen wat gepiep. Dat kan het ook niet. Ik bedoel, mensen, kom op. En ik hoor ook vaak mensen zeggen, laten we de mensen maar niet lastigvallen door op de landelijke reflector te gaan zitten. Nou, dat is ook een misverstand. Ik pak hem even terug. We moeten allemaal juist zoveel mogelijk op die landelijke reflector gaan zitten. Want dan word je gehoord en dan word je aangeroepen. En dat jakkert de activiteit aan. Als je allemaal in je eigen clubje, in je eigen lokale netje gaat zitten, dan gaat dat niet werken. En straks zitten er een aantal mensen repeaters uit. Dat moet je natuurlijk niet hebben, dat kan niet. Die repeaters zijn duur, moet je er gebruik van maken, kom. Maar goed, iedereen moet natuurlijk wel zelf weten wat hij hier doet. En daar ga ik hem ook niet mee bemoeien. Moet doen wat hij zichzelf prettig bij voelt. Maar we kunnen de activiteit momenteel wel beter hebben op de landelijke reflector dan ergens anders. Mijn verzoek is dus vooral om de landelijke reflector te gebruiken, zolang de loot in deze activiteit duurt. Eerst een nieuwsbericht wat ik met wat eigen aanvullingen schaamteloos dacht over te nemen van de WIA in Australië. Maar bij het schrijven daarvan heb ik het eigenlijk toch helemaal alleen zelf geschreven, gebaseerd op informatie die zij aandroegen. Dus het is toch helemaal een eigen onderwerp geworden. En geen ChatGPT of Autotune. Oh nee, dat hebben we niet als we praten. Maar, eerst was een SOTA, Summits on the Air, zeg maar, een berg en heuveltoppen activeren. Mensen gaan daarbij naar een berg en activeren dat door die top, door dus daar verbindingen te maken. En er zijn allerlei regels over. En er is een website die het allemaal bijhoudt. En die zorgt er ook voor dat op punten beluste thuiszittenden weten wat die arme figuur die top gaat opzoeken, tijdens die barre toch allemaal moet doen. Ik heb er zelfs eentje, een filmpje, dat vind ik zo geweldig trouwens, maar is er eentje die gaat dus in Wales de berg op. En die soldeert daar eerst zijn zendontvanger in elkaar, letterlijk. En zijn sleutel die bakt hij in elkaar. En dan gaat hij daar verbindingen mee maken. Dat lukt ook al. Met Amerika, met 3 watt. Geweldig. En het sneeuwt. En dan moeten ze solderen. In een tentje. Dat dan weer wel.
Maar het waait en ik weet niet wat allemaal. Het is hartstikke hoog en ja, de Atlantische Oceaan is vlakbij. En het was echt het sneeuw dat het deed. En ja, ik vond dat zo bewonderenswaardig. Maar goed, naast SOTA heb je dus ook POTA, met name in de VS. Dat gaat om Amerikaanse nationale parken die geactiveerd worden. En er is inmiddels ook IOTA, en ik kan het gewoon niet meer bijhouden. Niet te verwarren met IOTA, want dat is met een J of IOTA, dat met een Y is. Dit is met een I van India. Islands on the air, juist ja, eilanden. Ik heb zelf voor de grap, toen ik dat allemaal zo aanhoorde, een jaar geleden, de tongue-in-cheek nota opgezet. Een grappig bedoeld initiatief, Nerds on the Air. Maar er was niemand belangstellend voor. Ik heb nooit aanmeldingen gehad, er is zelfs een website van. Maar niks hoor. Alle moeite voor niets. Goed, nu Via meldt in Australië meldt nu dat er een BOTA is. Beaches on the Air. Nou, daar ben ik helemaal voor. Stranden. Hier kun je dus een award verdienen door portabel te werken van een strand. Ik kan me vervelende dingen voorstellen. Blijkt dat BOTA, dat ik dus niet kende, al actief is sinds 2016. 6 minuten, let wel. En net als andere initiatieven is dit dus een wereldwijd initiatief. Heb ik hem niet te snel ingeknepen trouwens. Maar het enige is de reden dat de Australische website het meldt en de uitzending het meldt, is dat het nu in Australië aan populariteit wint. Maar ja, Australië heeft enorm veel stranden. Maar met name het SOTA, dus een gebeuren is waar soms een zware klimtocht, die toch dikwijls alleen wordt ondernomen. Ja, met SOTA als doel. BOTA kan ook worden gedaan als familieuitje. Dus ja, het gaat wel aardig richting van die nota van mij natuurlijk, hè. Wat ook niet zo serieus is. Enfin, dan heb ik dus toch nog helemaal niks van het Australische item gebruikt. Helemaal mijn eigen invulling aangegeven. Volgens mij zit ik nu al over de 7 minuten heen. Tenzij ik heel snel gepraat heb natuurlijk. Maar dat was niet zo. Een kort item als afsluiting dan nog. Er bestaan verschillende soorten seinsleutels. De meest gebruikte variant is tegenwoordig de iambic pedal met kier. En die laatste die zie je ook steeds minder vaak als een apart kastje. Omdat in vrijwel iedere zend ontvangen met telegrafie tegenwoordig ook een kier is ingebouwd. Over die iambic pedal heb je ook nog de single lever pedal. Dat is een pedal waar je niet in kunt knijpen. Je kan alleen maar 2 contacten maken. En dan is er nog de buck. Dat is een mechanische variant met een bladveer die net na 1900 is uitgevonden. Om de veel voorkomende telegrafistenverlamming te voorkomen. Dat was RSI noemen ze dat tegenwoordig, maar dat was telegrafistenverlamming in die tijd. En die originele seinslot die we ook allemaal wel kennen denk ik, met zo'n knop van een kastdeur erop. Dat wordt ook wel hakblok genoemd, maar er zijn wel meer, hoe noem je dat, koosnaampjes voor. Deze seinsleutel, die hebben ofwel een kastje om de contacten heen, of ze hebben dat niet, nog een open, dat kan allemaal 2. Met het kastje eromheen is wel handig als je buizenzender sleutelt, want soms wordt er gewoon naar noodenspanning gesleuteld en dat wil je niet kunnen vastpakken. Sommigen hebben een platte knop, dat lijkt niet op een kastknop, en de anderen hebben een afgeronde knop en dat is precies een knop die ook op een kast past, een keukenkastje of zo, van een beetje ouderwetse design. Ja, bij de sleutels zoals die in Nederland en de omliggende landen gebruikt worden, moet je bij het seinen de sleutel niet loslaten. Dat is eigenlijk bijna overal en altijd zo tegenwoordig. Maar bij de, met name de spoorwegen in de VS werden in de tijd sleutels gebruikt met een iets andere constructie. De knop daarvan zag er bij een aantal van die sleutels uit als een dikke platgeslagen lepel. Dus zonder dat die bol is. Deze sleutels die worden railway tappers genoemd. Ze zijn heel zeldzaam. Tapper, dat betekent in Nederland tikker. En dat is omdat je ook echt op die platte knop hoort te tikken. En steeds tussen de boel los moet laten, zeg maar, tussen de punten en de strepen in. Dat is dus anders dan dat wij gewend zijn. En bij gewone sleutel bij ons is het juist heel verkeerd om dat te doen, want dan kun je niet snel zijn. Bij die sleutels gaat dat wel. Op de site van sleutelbouwer Robert Kent kun je een voorbeeld zien van een dergelijke seinsleutel. Ik pak hem nog even terug. Dan kun je een voorbeeld zien van een dergelijke seinsleutel. De website is Kent, K-E-N-T, -engineers.com. Kent, -engineers.com. En vervolgens is er links een rij menu en dan kun je klikken op replica keys. Replica keys. En dan de veil key. De V-A-I-L key. Kent, -engineers.com. En de veil key. Nou, dat was het voor vandaag.